Welkom bij NL Magazine Going to the Movies met Patrick van der Wijk en mijn vriend Maurice. Hey Maurice. Hoi. Wij hebben Atomic Blonde gekeken. Ja. Hebben we. En wat verschillende meningen over. Ja. Hebben we. Misschien komt ook wel dat ik die tijd heel bewust heb meegemaakt. Toen was ik 18, dus dat was echt de tijd dat de Koude Oorlog echt... Zeggen hoe oud ik was, want anders weet iedereen. Dan denk je zo, die is oud zeg. Zal ik mijn leeftijd gewoon niks zeggen. Nou, je bent wat jonger toch? Dus hij heeft iets minder bewust meegemaakt. Ik heb het minder bewust meegemaakt. Ja, nee, en dat is wel leuk. Als je dan die nieuwsfeiten ziet, die kan ik me wel herinneren. Daartegen, volgens mij dat was het in de previews gezegd, een soort Born zou moeten Klopt. Worden. Ja, dus een vrouwelijke Born. Hadden we verwacht, hè? Ja, hadden we verwacht. Wacht, en dat was het niet. Nee. Ze was wel handig met wat kung-fu dingetjes, weet ik wel, wat dingen. Dus ze kon wel lekker vechten. Maar ze was zeker geen Born. Nee. En het was ook iets meer spionagefilm, vond ik dit. Klopt, ja. Zo goed kon ze ook niet vechten. Nee, maar het is ook logisch. Daardoor was het al iets geloofwaardiger. Want nog steeds natuurlijk wel dingen denk je van, oké, een beetje ver gezocht. Maar toch, het was minder actiepact als een normaal actiefilm. En daardoor was het verhaal ietsje sterker. Alleen, ook wat ik wel vind, en dat is echt nu een item, wordt dat nu. Al die films worden nu opgebouwd met muziek. Ja. Ook deze weer. Wie is er mee gestart? Guardians of the Galaxy. Ja. Ik vind Guardians of the Galaxy een duidelijke trend zit erin. Hoe muziek een film op die manier positief kan beïnvloeden. Ja. Ik moet zeggen, ik heb de soundtrack van Guardians of the Galaxy 1 ook mooi in mijn lijst staan. Een heerlijke soundtrack. Klopt. Op zich, elke film met veel muziek, dan moet je niet. Ja. Dat is logisch, bedoel, dat hebben Pirates, Stars, altijd. Die hebben ook onbekende tracks. Maar heb je eigen componisten die nieuwe muziek maken? Of heb je eigen tijdse muziek? Ja, dat is het laatste, zie je steeds meer. En dat is een beetje wat en dat is duidelijk om toch de tijdsbeeld te illustreren. Maar allemaal jaren 80 muziek zijn er tussendoor. En dat maakt dus wat iets meer die sfeer. Vind ik het op zich een film waar je echt naartoe moet gaan? Mwah. Het is gewoon een leuke film. Gewoon als je er Wij zijn in de voorpremière geweest. En die was hij begon 11:15 tot 1:00 was het. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik lag liever in mijn bed rond die tijd. Toen ik de bioscoop uitkwam, dacht ik van nou... In mijn bedje had het beter geweest, die film. Nou, dat is oké. Ik vond het niet waard om tot 1:00 s'nachts in die bioscoop te zitten. Deze film. Echt niet. Ja, als ik hem gewoon op een zondagmiddag met een neetje had gezien. Prima. Ja, prima. Nee, maar ik had er meer van verwacht gewoon. Ja, het is gewoon een leuke film. Gewoon een leuke film die niet speciaal is. Dat is zo Klopt, ja. Maar dit was duidelijk een film waarbij als je de trailer gezien hebt, heb je de film ook gezien. Ook duidelijk gevallen. Ja, die trailer vertelde heel veel. Het wil iets cults neerzetten. Dat is dan niet gelukt, vond ik. Nee. Ik vond wel het einde van de film, vond ik zeer verrassend. Dus het was wel leuk dat het in ieder geval de film nog verrassend kan zijn. Zeker Kijk, het is... Dus op bepaalde gebieden was het leuk, de gevechtscènes. Maar over het algemeen, het verhaal was zwak. De cult classic die het wou neerzetten, is niet gelukt. Ja, op meer vond is hij voor mij gefaald in ieder geval. Ja, maar misschien heb je het iets te hoge verwachting gehad. Dat is door de trailer dan, hè? Want die heeft die verwachting neergezet. Ja, die had... Als ik een Born verwacht en ik krijg een, Johnny English, dan is toch, zijn toch twee verschillen hoor. Ja, nee, maar ik had die verwachting niet. Ik had wel een beetje van het spionage horen. Ja. Nee, cijfertje? Cijfertje, geef hem maar een cijfertje. Ik geef hem weer een 7. Vind ik vrij hoog. Ja, ik geef hem een 6. Oké, dan zit hij op een 6,5. Ja. Ja. Okay. Dat is hij dan ook wel waard. Gelukkig wel nog wat anders zeggen, dus wat dat betreft. Okay. Omdat het Charlie Theron is. Precies, en ze speelt niet slecht. Nee. Ze deed wel leuk. Ja. Maar een paar characters die het wel goed deden. Oké. Goed, ja. Bedankt weer. Tot de volgende film, tot de volgende bioscoop. We zien je. Tot ziens.